Er zijn mensen in België, maar ook in Nederland, die verschillende achtergronden hebben, maar die inmiddels hier zijn geboren en getogen. Mr. Kusu for the... Okay. Wat is de reactie geweest achter de schermen voor het de hand niet geven aan Netanyahu? Ik kan je zeggen dat ik na die actie, de weken die daarna volgden, ja, echt duizenden mails heb ontvangen uit de Verenigde Staten, Brazilië, Peru, Australië, Verenigd Koninkrijk. Zelf veel uiteraard uit het Midden-Oosten, uit Palestina zelf, uit Dubai, uit Turkije. Verschillende landen waar zoveel reacties vandaan kwamen waarvan ik dacht van nou, dat is dus niet alleen Nederlands nieuws, het was internationaal nieuws. Ik sta er nog steeds achter en ik zou het zo weer doen. Dat zegt dat we in Nederland, maar ook in België, niet een eenduidig beeld moeten gaan hanteren over onze relatie met de Israëlische regering. Dat dat helemaal niets te maken heeft met antisemitisme, maar dat er ook heel veel mensen in onze samenleving bestaan die dagelijks zien wat daar gebeurt en zich daar stevig tegen verzetten.